zou gaan over public en private clouds. Wat zijn de overeenkomsten, verschillen, voor- en nadelen, alles wat met beide te maken heeft. Ik wil eerst even starten met de deelnemers van deze sessie. Even een korte voorstelronde, dat je vertelt wie je bent, wat je doet. En misschien voor het gemak, omdat het nu over private public cloud gaat, ook even jouw definitie. Wat is een private public cloud? Omdat we toch ook wel zien dat er nog wel eens verschillen bestaan tussen de definities. Okay. Mijn naam is Robie Spoor, ik werk bij Surfnet en mijn functie is manager middleware services en ik hou me op dit moment bezig onder andere met ontwikkeling van cloud services en te kijken hoe cloud en met name eigenlijk ook de community cloud hoek, hoe dat van toepassing kan zijn op het hoger onderwijs en dus ook de doelgroep van Surfnet. De private cloud, dat is in mijn ogen eigenlijk op het algemeen je eigen VMware omgeving, virtualisatie. Public cloud is voor mij iets wat je doet, met name op dit moment bij Amerikaanse bedrijven. Denk aan Amazon, Rackspace en Google natuurlijk. Okay. Als je het hebt over je eigen VMware-omgeving, is dat dan binnen je eigen datacenter of ook bij een... Dat zou je geoutsourced kunnen hebben in een ander datacenter, maar niet in... En dan spreek je nog over private cloud. Ja, dat je ruimte huurt en daar je spullen plaatst. Oké. Okay. Patrick. Goedemiddag, mijn naam is Patrick Dalvink. Ik zit hier in naam van Trend Micro. Ik ben de Regional Director voor de Benelux. Waar wij ons vooral mee bezighouden van een trend is onze klanten te begeleiden in hun, wat wij dan noemen, de journey to the cloud. Dat is het. Het is niet van, gaan we naar de cloud, doen we daar alles of houden we alles intern. Heel frequent zie je dat bij heel veel organisaties dat je het eigenlijk hebt over een mix. Van spullen die je in huis wil houden en andere spullen die je buiten de deur gaat gebruiken. En die mix zal het in onze ogen zeer zeker ook gaan blijven. Wij helpen primair onze klanten daarin om die hybride omgeving en die continu veranderende omgeving, om die op een correcte manier te beveiligen. En het grootste leerpunt daar is dat heel veel klassieke beveiligingsoplossingen absoluut niet meer adequaat zijn wanneer je in zo'n cloud verhaal instapt. Dat vereist simpelweg heel andere security oplossingen. En daar houden we ons primair mee bezig. En private public, sluit je dan aan bij wat Rogier? Als we het hebben over de private cloud, dan wat wij daar vooral zien is dat je cloud technologieën gaat gebruiken om binnen je eigen datacenter die flexibiliteit te hebben, dat pay-per-use, dus ik wil daadwerkelijk afgerekend worden op wat ik daadwerkelijk gebruik voor een bepaalde tijdspanne. Dat is meer de private cloud. Public cloud is inderdaad gewoon vanuit de dienstverlener dat je zegt van oké, ik heb bepaalde capaciteit heb ik nu nodig voor een bepaalde tijdspannen. En dat die op een zeer flexibele en zeer efficiënte manier wordt aangereikt. En zoals ik daarnet ook kom te zeggen, bij heel veel bedrijven zie je eigenlijk meer een hybride vorm. Daar waar men heel duidelijk gaat bekijken van oké, sommige dingen die vind ik zodanig kritiek of daar wil ik dat de controle volledig bij mij blijft. Die hou ik binnen mijn private cloud. Andere zaken, daar ben ik veel minder geïnteresseerd in controle. Nou, die zet ik in de public cloud. En dan heb je die middenschakel, wat eigenlijk voor de meeste entiteiten of de meeste organisaties van toepassing is. En dat is dan de hybrid cloud. Mijn naam is Jeremy van Doorn, ik werk voor VMware. Ik ben daar verantwoordelijk voor de gehele pre-sales afdeling. Dus dat betekent eigenlijk alle techneuten die bij ons werken, die klanten adviseren wat ze wel en wat ze niet met onze software kunnen doen. Private public cloud. We werken natuurlijk ontzettend veel met bedrijven die inderdaad richting de cloud willen gaan. Ons thema komt ook heel erg mooi overeen met dat van Trend Micro. Namelijk ook de journey to the public cloud, of to the cloud eigenlijk. Wat versta ik onder private cloud? Ja, inderdaad vaak voor bedrijven hun eigen datacenter, maar daar dan wel inderdaad een efficiëntie en een serviceslag overheen gemaakt. Dus zorgen dat je inderdaad niet langer gaat kijken naar hardware, maar inderdaad naar resources. Hoe kan ik heel snel diensten aanleveren aan de eindgebruiker binnen mijn eigen omgeving? En dat betekent inderdaad, het werd in de vorige sessie al genoemd, iemand vraagt niet langer een server aan en die vraagt een dienst aan, die vraagt een complete webomgeving aan, een marketingomgeving. Nou, op die manieren worden dus inderdaad nieuwe omgevingen sneller beschikbaar, makkelijker beschikbaar. En dat is dan wat wij noemen de private cloud, als je dat binnen je eigen datacenter doet, ook al staat het misschien buiten de muren.
public cloud voor ons is echt het gebruik maken inderdaad van partijen zoals bijvoorbeeld een Rackspace die hier zat, maar echt publieke dienstenaanbieders. En het mooie wat we dan kunnen doen middels onze VMware technologie is zorgen dat diensten eigenlijk volledig automatisch en naadloos over kunnen gaan van die private cloud naar die public cloud. Door die koppeling te maken, waarmee je dus bijvoorbeeld een marketingdienst van intern naar extern naadloos kunt laten overgaan, zien we echt dat heel veel bedrijven langzaam maar zeker naar een hybride cloudmodel gaan. Waarbij het gros van de werkdiensten eigenlijk nog intern zal staan, maar langzaam maar zeker steeds meer diensten extern gehost zullen worden. En eigenlijk ook de conclusie die ik hiervoor al hoorde voor nieuwe projecten die vaak extern opgestart zullen worden. Mocht je daar niet tevreden over zijn, haal je het weer terug naar binnen en eigenlijk continu die flexibiliteit aanbieden tussen intern en extern. En ook die flexibiliteit aanbieden tussen meerdere vendors. Dus mocht je niet tevreden zijn met Cloud Provider 1, haal je bijvoorbeeld weer naar binnen, sluit je een ander contract af en je kunt het op die manier heel erg flexibel naar eigen wensen indelen. En waar wij dus klanten mee helpen is met name die journey naar de cloud. En zorgen ook dat ze de juiste keuzes maken, de juiste openheid daarin houden. En daar volledig open gesprekken eigenlijk met klanten over hebben. Oké. Mijn naam is Lucas Wensen. Ik ben algemeen directeur van StartReady. En wij zijn een relatief jonge organisatie en wij maken producten voor Unified Communications. En als je dat wat meer Nederlands zou uitdrukken, maken wij eigenlijk een telefooncentrale op basis van Microsoft Link. Dus Microsoft PBX zou je kunnen zeggen. En dat bieden we aan in de vorm van appliance. Dus dat is gewoon een serveroplossing die aangesloten kan worden aan de infrastructuur van de klant. En dat is wel interessant om dan hier in de public versus de private cloud discussie te zitten, want de appliance kan je natuurlijk plaatsen in de omgeving die de klant heeft. En als de klant geen eigen omgeving heeft, kan het ook geduid worden in de publieke omgeving of de private gehost omgeving van de klant. En je zou telefoniedienst op basis van Link ook als een hosted dienst kunnen aannemen, zoals bijvoorbeeld Mitel dat ook aanbiedt, wat we in de vorige discussie horen. Dus wij raken alle drie de vlakken en ik denk, wat me opviel van de discussie van hiervoor gaat, is dat het allemaal heel erg over techniek gaat. En wel of niet kunnen bijschalen van performance en power als je het nodig hebt. En ik denk dat het allemaal mooie technische voordelen zijn die nu gerealiseerd kunnen worden. Maar dat het woord cloud veel meer inhoudt, dat je te maken hebt met een heel ander commercieel model voor het afnemen van je IT-dienst, niet zozeer met een ander technisch model. Ik denk dat cloud staat voor het feit dat je flexibel bent in het contract waaronder je de dienst afneemt. En dat is vaak een per user, per maand gebaseerd bedrag voor de dienst. En in een public model is dat dus ook elke maand op te zetten. Dus zowel aanbieder als afnemer hebben daarin flexibiliteit. En vooral de aanbieder neemt dus veel meer risico als het gaat om het bieden van de dienst. Want je weet eigenlijk niet of de volgende maand je klant erop op zit of niet. Dat werkt dus heel goed voor grote bedrijven die zo'n dienst aan heel veel mensen aanbieden. En werkt in een private situatie veel minder goed. Dus je ziet ook dat in private cloud situaties zo'n commercieel model vaak niet plaatsvindt. Stel ik zelf Shell ben en ik heb mijn eigen IT-omgeving. Zelfs dan is het maar de vraag of de diensten die daar in die omgeving zitten op echt op een prijs per user per maand worden afgerekend. Of dat daar stiekem onderliggend gewoon weer een 5 jaar contract voor Exchange mailboxes onder ligt. Of 5 jaar voor het EOP-pakket wat Shell nodig heeft. En zo zien we dat, tenminste zo zie ik dat wel vaak ontstaan, dat onder de noemer van dit is private cloud, feitelijk gewoon techniek naar binnen wordt gereden. Zou maar kunnen zeggen hosting voor een klant als nodig is. En dat er gewoon een ouderwets commercieel model wellicht van u koopt, wij leveren 5 jaar, punt uit. En dan haal je natuurlijk, dan heb je misschien qua techniek wel voldaan aan het cloud, maar zeker niet in het commerciële model. En daar, nou goed, volgens mij is dat ook een stuk van de Babylonische spraakverwarring die vaak komt terugkomen. Het vorige stuk zit denk ik vooral daarin, niet zozeer in de techniek. Want VMware kan je natuurlijk thuis draaien, absoluut, of buiten draaien. Dat is daar zit. Technisch weinig verschil. Nou, laten we ons eerst even met 8 uur doorgaan. Dan kunnen jullie zo inderdaad misschien nog even aan. Mijn raak. Dat is, ja, precies. Nou, mijn naam is Artie van Vliet. Ik ben werkzaam bij Pinewood. Pinewood is gespecialiseerd in informatiebeveiliging. Ongetwijfeld geachte daar wat dingen over te roepen zometeen. Daar kan ik niks over zeggen. En mijn rol is Business Development Manager bij de organisatie. Dat betekent dat ik goed naar de klant moet luisteren. Kijken wat in de markt wordt aangeboden en daar de organisatie op te sturen. En daar passende oplossingen voor zijn klanten voor te verzinnen en te leveren. En dan wordt mij nog gevraagd om public en private cloud. Het woord cloud dat wordt zo vaak in de mond genomen dat ik eigenlijk
eigenlijk een ander woord haast op zoek ben. Private, ja, ik zie dat de grootste overeenkomst met een geoutsourced datacenter. In zover niet heel veel nieuws. Public cloud, ja, wat je vroeger SaaS had, bepaalde diensten die zich ervoor verlenen om eenvoudig af te nemen zonder dat je zelf installatiewerkzaamheden meer inderdaad de sluitmaat bij een buurman, meer op economische gronden. Ja. Waar ik dan de vraag stel, is dat een beetje de gemiddelde schoen die niet van past. Ja, en als we het dan daarover hebben, de private cloud, biedt dat dan nog wel iets? Waarom? Of is het alleen maar hosting? Wat heeft een private cloud dan te bieden? Nou ja, als je kijkt naar wat wij in ieder geval bij klanten merken, is dat public cloud, we hebben het in de vorige sessie er ook al over gehad, er zijn heel veel mythes rondom public cloud, heel veel angst van als ik nou mijn data daar neer ga zetten, hoe veilig is het dan? En wat wij dus inderdaad heel veel zien met klanten is dat ze wel inderdaad de economische voordelen binnen hebben, dus misschien inderdaad een pay-per-use model afnemen. Vaak in interne omgevingen zie je dat het nog niet direct daarom gaat, maar in ieder geval wel op technische basis die flexibiliteit willen hebben. Nou, en wat wij dan nu dus inderdaad met een heleboel klanten doen, is inderdaad intern die procedures zo op stapel gaan zetten, zodat je inderdaad op een flexibele manier van je dienst gebruik kunt gaan maken. En dat is met name de grote verandering die we zien. Dus we hebben eerst in instantie gevirtualiseerd, daar krijg je een schaalbare pool van resources. Maar eigenlijk is cloud computing veel meer een businessproces, waarbij je dus inderdaad processen bij een klant gaat aanpassen. Dus noem een voorbeeld, iemand wil een nieuwe server hebben, vroeger moesten daar 6 handtekeningen voor gezet worden. Nou, tegenwoordig gaat zo iemand er naartoe die zegt ik wil een nieuwe server hebben. Nee, ik wil die CRM-oplossing, die marketingoplossing. Klikt ergens in, er gaan 3 automatische goedkeuringsmailtjes naar de managers, die drukken op approve. En 10 minuten later staat die omgeving daar. Nou, dat is de flexibiliteit die je met een cloud-omgeving intern ook kunt bewerkstelligen. En dat is waar wij in samenwerking met een heleboel security partijen natuurlijk ook echt keihard aan het werk zijn en dus echt die private cloud ontwikkelen. Vervolgstap is dan, en als je kijkt naar IDC en Gartner, verwachten ze 2014 dat zo'n 15% van de workloads pas bij publieke cloud providers staat. Dat je dus langzaam zult zien dat steeds meer van die workloads ook naar extern zullen gaan. Maar echt stap nummer 1 is intern virtualiseren en stap nummer 2 is dan dus inderdaad die diensten gaan aanbieden op basis van die flexibele gevirtualiseerde pool aan resources. Ja, volgens mij is dat veel eens, meer business dan... Ja, volgens mij is dat namelijk op zich jouw stap, die techniek zegt niet zoveel over public versus private. Nee, het is echt die business. Wat je public ziet is standaarddiensten, standaard palet aan dit kan ik wel nemen, maar dan heb je wat opties. En dat is het dan. En dan krijg je dan een verrecht lage prijs voor, want dat zie je natuurlijk wel, dat is een enorme degradatie in prijs. Microsoft zit er zelf ook heel goed in. En als je daar buiten valt, dan heb je gewoon niks aan de public cloud. Het is vaak ook niet aanpasbaar, niet instelbaar, niets aan toe te voegen. En ja, dan word je eigenlijk overgeleverd aan een hostingachtige oplossing of echt een private solution. En daar, ik denk dat dat nu veel de argumenten zijn om te kiezen voor iets. Dus gewoon wat kan ik eigenlijk veranderen, configureren, aanpassen. En kan ik uiteindelijk mijn business vaak omzetten in de juiste technologie. Ja. Dus het one size fits all, wat je zegt. Ja, dat past gewoon vaak niet. Ik zie die vraag inderdaad dan wel bij, aan de onderkant inderdaad. Als organisatie waar meestal een grote organisatie die toch inderdaad maatwerk willen en uiteindelijk niet van die schoen passen. Voor een mailbox past het bijna altijd wel. Ja. Dus dat is een goed voorbeeld, dan gaan we lekker iedereen naar de cloud. Maar dat bestaat al jaren, dat is niet iets van vorig jaar. Het is met virtualisatie natuurlijk wel zo mogelijk dat wanneer je naar onze propositie kijkt, dat je een volledige VMware-omgeving bij een Rackspace of welke provider dan ook, kunt koppelen met je eigen omgeving. En afhankelijk van het contract dat je daar hebt, kun je zoveel customizen als je maar wil. Het is een basis infrastructure as a service. Alles wat je erop wilt gooien, kun je erop gooien. Het is alleen afhankelijk van inderdaad wat voor SLA spreek je af. Wil je inderdaad dat ik alleen maar een operating system krijg, of misschien alleen de infrastructuur. Of wil ik complete diensten à la SaaS afnemen, zoals ik noem maar wat een Salesforce of pak een Hotmail of een Gmail, al dat soort dingen. Wij zien in principe 3 types van public cloud infrastructuren. De eerste is infrastructure as a service, waarbij je dus inderdaad echt alleen de infrastructuur krijgt en daarbovenop alles kunt customizen. Daarbovenop heb je dan een platform as a service. Dan heb ik het meer over bijvoorbeeld een Google App Engine of een Cloud Foundry wat we zelf gelanceerd hebben. Maar denk ook aan een force.com, waar dus inderdaad bedrijven zelf applicaties kunnen ontwikkelen. Zo custom als ze maar willen zijn. En die daarop kunnen draaien en ook kunnen switchen tussen die platformen. Ja, en als laatste heb je dan inderdaad software as a service. En dan kom je echt wel in het
het stadium waar je de gemiddelde schoen krijgt. Want inderdaad, ik neem een Gmail af. Ja, dan heb ik te maken met Gmail. En als ik daar toevallig een bepaalde dienst bij wil hebben die Gmail niet levert, ja, dan wordt het erg moeilijk.